Wat is kunst? Wat is kunst? Goedendag. Goedendag. Wat is het? Ah, wel, ik ben eigenlijk op zoek naar een elegant gezelschap in een paleistuin. Elegant gezelschap? Dat kan u hier vinden. Paleistuinen, dat hebben wij hier niet. Nee, ik vroeg me eigenlijk vooral af of dit hier hangt. Ah, meneer is op zoek naar een schilderij. Ah, wel, ik ben eigenlijk op zoek naar verborgen betekenissen. Heeft u iets te verbergen? Dat denk ik niet. Ah. Dan is het goed, want mensen dat iets te verbergen hebben... Ja, maar wacht. Nee. Meneer? Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn, hè. Volgt u mij maar. Pas op. Nergens aankomen. Dat is hier een opslagruimte voor fantastische kunstwerken. Ja, dat is mooi. En ik bewaak die werken met mijn leven tot wanneer die naar een museum mogen. Ja. En daar ga jij niks aan veranderen. Hier is het. Magnifiek. Je krijgt 5 minuten. 5 minuten? Oké. Dit is de laatste van alle proeven. Let goed op of je hoort het donderen in Keulen. Als je er een neus voor hebt, tast je niet in het duister. Het zijn er 5 en als je er 6 had, dan wist je het antwoord al. Wat gebruiken de muzikanten en wat heeft de zittende man in het gras al veel gebruikt? Wacht hoor, ik zie muzikanten met een gitaar en een man in het gras die er heel vrolijk uitziet en een glas vast heeft, dus ik denk dat hij al veel wijn gedronken heeft. Oh, ik kan er niet aan uit, jongens. Wacht, nog eens heel even. Dit is de laatste van alle proeven. Let goed op of je hoort het donderen in Keulen. Als je er een neus voor hebt... ...tast je niet in het duister. Sorry, meneer. Meneer. Sorry. Oh. Zo kan ik mij echt niet concentreren. Nog 2 minuten? Ja. Oké. Het zijn er 5. Als je er 6 had, dan wist je het antwoord al. Wat gebruiken de muzikanten? Kleine beer voor grote beer, kom in. Grote beer. Sorry, dat heb ik niet verstaan, grote beer. Oké, ik kom eraan. Oké, luistert. Ik moet even weg. Er is een verdacht pakket gesignaleerd. Jij blijft hier, je blijft kalm en je blijft overal af. Oké? En heb je mij goed gehoord? Ja, ik heb u gehoord. Natuurlijk heb ik u gehoord. Gehoor? Wat gebruiken de muzikanten? Hun gehoor natuurlijk. Dit schilderij gaat helemaal over zintuigen. Ah ja, er zijn 5 zintuigen. En als ik een 6e zintuig had, ja, dan had ik de oplossing al lang gevonden natuurlijk. Maar er zijn er 5. Die man met de telescoop hier, dat is het zien. En hier de dame die aan de bloem ruikt, dat is de reukzin. En het koppeltje hier dat een beetje aan elkaar ligt te frunniken, dat is de tast. Het gehoor van de muzikanten. En de man hier, die zittende man in het gras, wat heeft hij al veel gebruikt? Ah ja, zijn smaakzin natuurlijk. Hij heeft al veel te veel wijn gehad. Ga ik invullen zo. Allee, de oplossing is gejost. Leukste jos. En dat zou dan de code moeten zijn om deze koker te openen. Eens kijken. Oké, man, hier zit een briefje in. Eens kijken. Proficiat. Je hebt de code kunnen kraken. Elk kunstwerk heeft een eigen code of beeldtaal. Die moet je soms eerst ontcijferen voor je een werk volledig kan begrijpen. Er zit dus meer in een kunstwerk dan je denkt. Groetjes, Jos.
Alright, heel veel kunstwerken zijn dus eigenlijk een soort van spelletje dat je kan spelen. Een code die je moet kraken vooraleer dat je het kunstwerk echt begrijpt. Superleuk eigenlijk, toch? Bom! Nee, meneer, dat is een verborgen boodschap. Ik wist dat je iets te verbergen had. Buiten jij. Sorry. Nu ben je pas echt gejost. Wat is kunst? Wat is kunst?